Goedenavond allemaal. Ik ben dominee Marije Mazereel. En hier achter mij zien jullie Siepie de Kat. En jullie horen, als het goed is op de achtergrond, de klokken van de kerken. Van Hallem, van Marm, van Verwert, van Haijem, van Oudebeeldzijl, van Dokkum, van Amsterdam, Groningen en Utrecht. Overal in het land luiden vanavond van 7 uur tot 7:15 de kerkklokken. Dat zijn klokken van hoop. Klokken die willen laten weten dat de situatie zoals die nu is in de wereld niet het enige is. Het zijn klokken die luiden voor mensen die ziek zijn. Klokken die laten weten er wordt aan jullie gedacht. Klokken die klinken voor de mensen die zo hard aan het werk zijn in de zorg, in nou ja, allerlei andere beroepen die op dit moment zo belangrijk zijn. Ze klinken ook voor alle ouders thuis die misschien inmiddels hun kinderen wel achter het behang willen plakken. En ze klinken voor alle kinderen die denken, mocht ik maar weer naar school. Jullie weten inmiddels ook dat als de klokken luiden, dat ik een nieuw filmpje opneem, een nieuwe vlog vanuit de pastorie. Of in dit geval vanuit de tuin van de pastorie. Ik neem jullie even mee naar binnen en dan moeten wij het even hebben over die afstand die er nu is tussen jezelf en je familie en je vrienden. Want dat is nou best wel een uitdaging. Dan ben ik weer. Ondertussen is de kat op mijn stoel gaan zitten. Siepie, ga eraf. Ja. Dat had ik natuurlijk van tevoren kunnen bedenken. Dat dit zou gaan gebeuren als ik hier zou gaan zitten. Tot de kat is er weinig afstand. Maar tot familie en vrienden wel. Nee, deze week was mijn nichtje jarig, Sarah. En Sarah die werd alweer 1 jaar. En dat is natuurlijk een verjaardag die je graag wilt vieren. Met familie, met opa, oma, ooms, tantes. Nou, dat kon niet vanwege het coronavirus. Dat vond vooral mijn zusje, dus Sarah haar moeder, erg jammer. Maar uiteindelijk werd het toch nog een feestje, want wat bleek... We hadden allemaal op afstand toch ja, daaraan gedacht en daar dus ook iets mee gedaan. Dus opa en oma hadden een taart gebakken en heel veel ooms en tantes hadden ook iets lekkers gehaald. En zo kwamen er allemaal foto's in de familie-app van mensen die nou ja, een klein feestje bouwden omdat Sarah jarig was. Dat is hartstikke leuk om dat te zien. Ik kan me voorstellen dat dat voor sommigen van jullie ook zo gaat. Vandaag bijvoorbeeld is Janneke jarig. Janneke, als je kijkt, van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je ondanks alles toch een hele fijne dag hebt gehad. Met mooie cadeautjes en lekkere taart, slingers, ballonnen misschien wel. En ik hoop voor jou ook dat er nou, misschien later nog een groot feest komt. Net zoals we dat graag voor Saar zouden willen doen. Gelukkig hebben we dan moderne technologie. Waarmee ik nu een filmpje voor jullie op kan nemen. Waarmee je mensen kunt bellen die ver weg zitten, al is het aan de andere kant van de oceaan. Dat je dan toch even bij elkaar kunt zijn, ook al is dat anders dan anders. Wat mij heel erg raakte in de media van de afgelopen dagen, dat waren die verhalen van mensen die niet zo makkelijk kunnen omgaan met die moderne media. Eenvoudig weg omdat ze niet weten hoe dat moet. Of de mensen die je niet goed kunt uitleggen waarom er nu geen bezoek mag komen in het bejaardenhuis, in het verzorgingshuis, in het ziekenhuis. Want dat is moeilijk en dat is verdrietig. Het is moeilijk als je daar zelf woont, maar ook als jij degene bent die daar altijd op bezoek gaat en die daar nu iets in mist. Het zorgt namelijk voor vragen. Het zorgt voor, nou ja, schuldgevoel soms. En ook, nou ja, voor de gedachte, hoe lang gaat het nog duren en komt het daarna allemaal nog goed? Nu weten jullie dat ik, nou, ik maak nu dus deze filmpjes, ik schrijf. Preken, stukjes voor het kerkblad, meditaties, verzin het allemaal maar. Maar ik schrijf ook verhalen en als het uitkomt gedichten en liedjes. Naar aanleiding van al die verhalen van alle mensen in de afgelopen weken kwam er afgelopen maandag zomaar een liedje in mijn hoofd op. En toen heb ik de tekst opgeschreven en het ingezongen op de laptop, op de computer. En het gedeeld met een goede vriend van mij, Jaak Schimmel. Jaake is predikant in Spijk. En Jaake en ik, toen wij nog in Kampen studeerden, waren wij huisgenoten. Toen heeft hij eens geprobeerd om mij gitaar te leren spelen. Dat is mislukt, dat lag niet aan Jaake. Dat had alles te maken met mijn inzet.
Daar heb ik nu een beetje spijt van, dat kun je je voorstellen. Maar Jake die wilde wel uitzoeken welke akkoorden er hoorden bij de muziek die ik hem gestuurd had. Toen hebben we gisteravond geprobeerd om dat op elkaar af te stemmen. Nou, dat ging ook best wel aardig. Maar wat niet lukte was om het ook samen op te nemen. De internetverbinding was daar gewoon niet goed genoeg voor. Dus toen hebben we alle twee apart het liedje opgenomen. Dat hebben we onder elkaar gezet. En daar is een liedje uit voortgekomen van hoop en troost. Een liedje speciaal voor jullie. En een liedje dus uit twee pastorieën in Groningen en in Friesland. Het liedje heet De Vrede van God. En dat is ook wat wij jullie toewensen. In Marrum en Westernijkerk in Spijk, waar je ook kijkt. De vrede van God zij met jou. Je zag haar elke middag in het verpleeghuis waar ze woont. En nooit klaag je hoe zwaar het is, een trouwe echtgenoot. Haar geest keert nu al terug naar God en jij je staat ernaast. Je vroeg, zal zij me nog herkennen als dit maanden duren gaat? En ik dacht, mooi lief, prachtig mens. Ik zou je willen zeggen dat het goed komt. Maar valse hoop, dat zou niet eerlijk zijn. Ik voel je pijn en je verdriet en je angst zo diep van binnen. Je hart dat zo verlangt. En weet je wat zo gek is? De lentebloemen bloeien. De zon schijnt bij je binnen door je raam. En ik wil je alles geven. Maar dit is wat het is. Ik wens de vrede van God zij met jou. Woensdagmiddag 3:30. De krant, een kopje koffie. En hoe gaat het nu met jou? En dan ineens de deur op slot. Hoe maak je nu contact? Je zei, ik voel me soms al schuldig. Laat ik hem nu in de steek. En ik dacht, mooi lief, prachtig mens. Ik zou je willen zeggen dat het goed komt, maar valse hoop, dat zou niet eerlijk zijn. Ik voel je pijn en je verdriet en je angst zo diep van binnen. Je hart dat zo verlangt. En weet je wat zo gek is? De lentebloemen bloeien, de zon schijnt bij je binnen door je raam. Ik wens de vrede van God zij met